Het nieuwe werken staat centraal de komende 2 dagen. 50 finalisten nemen het tegen elkaar op in een strijd om de Executive MBA hier op Nijenrode. Het is een keiharde strijd hier 2 dagen lang. Waarom moet jij die MBA winnen en niemand anders hier? Omdat ik ga zorgen voor die innovatie, creativiteit die we in Nederland nodig hebben. Ik wil hem gewoon winnen omdat het bij me past. Omdat ik met heel veel enthousiasme wil doorstoten tot het worden van een nog betere ondernemer. Ik ben de beste, ik wil de top halen. Ik ga de Olympische Spelen binnenhalen voor Nederland. Omdat ik een creatieve geest heb en ik wil graag mensen met elkaar verbinden. En ik wil het maximaal uit mezelf halen en ik denk dat ik dat bij Nijenrode kan. Het moment van de waarheid is aangebroken. Hoe hebben de finalisten zich voorbereid op de allesbepalende pitch? Ik heb me heel goed voorbereid door gisteravond waanzinnig te genieten van de avond in de bar. Nou ja, ik vertel eigenlijk gewoon mijn verhaal. Dus qua inhoud is het relatief simpel. Nou, heerlijk geslapen vannacht. Maar ook met vrienden en familie natuurlijk afgelopen week gedacht, nou, wat ga ik vertellen? Opschrijven en in de auto naar je klanten meerdere keren uitspreken. Kwartje viel, toen heb ik het opgeschreven. Toen voor de spiegel met een memory-recorder. Het voordeel is dat je meteen kan zien hoe lang het duurt. 3,5 minuut, dus flink schrappen. Ik had een idee van wat ik wilde zeggen en ik heb de afgelopen dagen alleen maar meer ideeën gekregen over hoe ik het kan zeggen, wat ik nog meer kan zeggen. Dus we zullen zien wat er zo uitkomt. Ja, de jury heeft zich teruggetrokken en binnenkort weten we dus wie er gewonnen heeft. Hier worden weddenschappen gesloten. Wie denk je? Was het Kelko? Ja, Keiko. Keiko, denk ik. Ik denk dat Jelle met zijn entrepreneurship gaat winnen. Ik geef Willem een hele goede kans. Twee dames die een buitenlandse start hebben en dus behoorlijk wat hebben moeten doen. En ik ben niet zo heel goed in die namen. Eén daarvan is Gloria. Ik denk dat goede kandidaten zijn. Ik denk dat Harvey gaat winnen. Gloria, Jelle, Willem, Madeleine en Denise. Ik vond dat ze hadden mijn gevoel. Gloria is hier. Wat is het eerste wat er in je opkomt? Ja, het is een beetje overweldigend. Ik kan het echt bijna niet geloven. En ik heb echt het idee dat iedereen net zo goed of beter was dan mij. Dus ik ben ook heel erg verrast. Ja, ik vind het echt heel mooi. Echt.
En zo won Gloria Geschieren de FD Career Challenge 2011. Over een paar weken start zij hier haar Executive MBA op Nijenrode.